5 december is bijna voorbij. Het is donker en koud, maar in het huis van Sinterklaas brandt licht. De Pieten ruimen op, ze willen terug naar Spanje. Sst, ik hoor wat. Sinterklaas komt thuis. Hé, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal. Ja, Pip, het is wel goed zo, hoor. Even bijkomen voordat we weer naar Spanje gaan. Kale boel hier, hè? Alle cadeautjes weg. Nou ja, zo hoort het. Zeg, Pepe, is iedereen al binnen? Nee, Sinterklaas, ik mis er nog 2. En kleine Pippo. Pablo. Wat is er? Het is bijna 5 december geweest. Zorg jij eens even dat iedereen binnenkomt. Gauw, gauw. Oh, wat ben ik moe. Ja. En ik heb moeie voeten. Doe nou maar. Pablo blaast zijn trompetmuziek de donkere nacht in. Kom, Pieten. Het is voorbij. Sinterklaas wacht op jullie. Pippo! Wat is er? Komt-ie! Ja, dat heb jij heel goed gedaan. Oh, Sinterklaas. Nee, dat was een hele gevaarlijke schoorsteen. Het was wel heel spannend, Sinterklaas. Zo is dat, ja. Oh, kijk, daar zijn ze. Ha, Pippo. Kom bij me. Zo, jullie zijn er ook. Nou, zijn we er nou allemaal? Nee. Ik mis Renai. Oh, die zit natuurlijk weer achter zijn tekentafel, Sinterklaas. Ja, dat zal wel. Ga jij Renai eens even halen, hè? Zo. En nou is Pablo er weer niet. Ja, zo blijven we bezig, zeg. Renai is ook hard bezig. Sst, met een verrassing voor Sinterklaas. Vijf december is voorbij. Het is 6 december en ik ben jarig. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven. Oh, nou, in de hopen gloria. Wat? Renai is nog niet klaar met het cadeau voor Sinterklaas. Wat nou? Nee, 5 december is mijn Nederlandse verjaardag. Maar 6 december is mijn Spaanse verjaardag. En dan krijg ik een cadeau. Ja! Nee, Sinterklaas. Nou en of. U krijgt uw cadeau nog niet. Waarom niet? Nog niet. U moet eerst een verhaal vertellen. Dat doet u toch altijd op uw Spaanse verjaardag? Oh ja? Ja. Nou, daar weet ik toevallig altijd helemaal niks van. Ja. Uit mijn leeftijd vergeet je wel eens wat, hè? Nou goed, wat is dat dan voor verhaal? Hè? Ik ken er zoveel. Het verhaal van zie, ginds komt geen stoomboot. Dat verhaal. Ja. Nee, heb ik al zo vaak verteld, zeg. Jawel, Sinterklaas, maar het is zo spannend. Nou, ik weet het niet, hoor. Sinterklaas, ik heb een geweldig idee. Ja. We gaan het helemaal anders doen, Sinterklaas. We gaan het verhaal spelen. En dan verkleden we ons en dan gaan we het verhaal spelen. Want zie, ginds komt geen stoomboot. Oh, ja. Hoe begint het verhaal, Sinterklaas? Oh, dat begint altijd zo. Het was november. Het was een zonnige dag in een Spaanse havenplaats. Een Spaanse havenstad? Ja. Kijk, daar ligt de boot aan de kade. Waar? Daar, die grote doos. Dat was de boot, Sinterklaas. Oh ja, natuurlijk. Oh, kijk, en is dit het water, hè? Stil. Ik hoor ook Spaanse muziek. Ja, en dan was u Sinterklaas, Sinterklaas. Ja, natuurlijk, want ik ben Sinterklaas. En dan was ik de kapitein van de boot. Nee, Sinterklaas,
U blijft hier. Wat? Dit is uw kamer in Spanje. Ja, maar ik wil mee. Ja, straks, Sinterklaas. Zijn jullie klaar? Ja. Gaan wij even lekker? Ja. Ja, zo begon het verhaal. In Spanje. Sinterklaas schreef zijn laatste zin in zijn grote dikke boek en het laatste cadeautje werd ingepakt. En toen... Kom, Sinterklaas. De stoomboot vertrekt naar Nederland. Iedereen aan boord. Touwen los. Stap. Oh, wacht, Sinterklaas. Wat is dat? We hebben nog geen stuurman. Oh. Pablo. 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 Huh? Wat? Stuurman? Ik, hè? Ik kom eraan! Ik kom eraan! Zo. Nou, we gaan naar Nederland varen. Jij mag mee, Pippo, voor de eerste keer. Joepie, Sinterklaas. Hé, hey, waar zat je nou? We gaan het verhaal spelen van Sigrins komt geen stoomboot en jij was de stuurman. Oh ja, waar gaan we zo? We gaan naar... Naar Nederland. Naar Nederland. Oh. Nee, ja, Nederland. Je liep nog wel door het water, hoor. Ja. Pippi, dit wordt een hele mooie, rustige zeereis. Kijk maar eens naar die blauwe lucht. En een spiegelgladde zee, Sinterklaas. Ja. En geen wolkje te bekennen. Je kijkt niet goed, Pippi. Er komen donkere wolken aan. Oh, als dat maar goed gaat. Oh nee. Als de boot een paar dagen op zee is, steekt de wind zijn dolle stormkop op en buldert om de boot heen. De storm smijt het zeewater in grote golven omhoog. Rotsen, Sinterklaas! Kom op de rotsen! Hou je stuur om, stuurman! De boot zit vast. De boot is in Frankrijk op de rotsen gelopen. Wat een scheur. De boot is stuk. Ben ik moe. Wat een ellende, hè? Mijn meter weg. De boot kan niet verder. Ja, Sinterklaas, die boot moet eerst losgetrokken. En dat gat moet gedicht. Dat kan nog wel 2 weken duren, Sinterklaas. 2 weken? Nee hoor, dat kan niet. Ik moet overmorgen in Nederland zijn. Overmorgen is de intocht. Er staan alle kinderen op me te wachten. Wat verschrikkelijk. Hoe moet dat nu? Kijk. Ik heb het heel erg koud. Pablo. Pablo. Wat? Je ligt in zee te slapen. Hé, hey, daar komt wat aan, Sinterklaas. Daar komt wat aan. Ik zie helemaal niks. Een Franse bakker in zijn autootje. Die komt ons helpen. Oh ja, dat is waar. Nee, die Franse bakker, zo ging dat verhaal. Die Franse bakker nam ons mee. Ah, Nicolas, qu'est-ce que c'est que je vaux? Merci, au revoir, capuchon, hein? Wat sta jij nou te brabbelen? Sinterklaas, we zijn toch in Frankrijk? En Franse bakkers praten toch Frans? Bureau de chevaux, tout à l'heure! Oh ja, oh, dat is een hele aardige Franse bakker, jongelui. Hij zegt in het Frans dat wij een stukje mogen meerijden. Misschien wel helemaal naar Nederland. Ja.
Ja, natuurlijk niet allemaal tegelijk, hè. Dat kan er niet in. Jij blijft hier maar op het paard passen. En trek de boot maar los. Of bouw een nieuw schip. En als je maar zo snel mogelijk naar Nederland komt varen, anders heb ik niet genoeg cadeautjes. Ja, Pippo, je bent eigenlijk nog een beetje klein voor zo'n grote lange reis over land naar Nederland. Dus ja, jij kan ook niet mee. Het spijt me vreselijk. Pippo moet bij de boot blijven. Maar Sinterklaas rijdt tussen de stokbroden van de bakker in verder naar een grote benzinepomp. En daar is een chauffeur die de kletsnatte Sint verder meeneemt. Kletsnat en door koud was Sint. Het is erg prettig dat ik bij dit benzinestation droge kleren kon lenen. Want mijn eigen pak was helemaal nat en vies. Zelf was ik helemaal nat en koud. Ja, Sinterklaas in een trui, dat is toch geen gezicht. Ah, Nicolas, chocola, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, au recloyer. Pépé? Wat doe je nou in een vrachtauto? Ik dacht dat jij de Franse bakker was. Nee, Sinterklaas. Nu was ik de chauffeur van de tankauto. Dan breng ik u naar het station en dan kunt u in de trein stappen. O ja. Stapt u maar in, Sinterklaas. O ja. Hier. Zo. Staf. Zo. Daar gaan ze. En kleine Pippo blijft achter bij de boot. Maar dat wil hij niet. Pippo wil ook mee. Stiekem Sinterklaas achterna met een grote tas. Waar is iedereen? Hou! Hou, wacht even! Ik wil ook meespelen! En zo blijft Julio alleen over. Maakt een bootje van papier. Was Sinterklaas maar hier. Maar Sinterklaas gaat met de trein naar Parijs. En kleine Pippo gaat hem stilletjes achterna. Net genoeg geld voor kaartjes voor de trein naar Parijs. Parijs ligt niet in Nederland. Hoe kom ik nou toch aan geld, hè? Ja. No compris. Moi, François. Ping, ping, s'il vous plaît. Ja, hier is ping, ping. Geef de kaartjes nu maar naar Parijs. Ah, goed zo. De kaartjes. Zo. Ho, 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 ik wil ook mee. Pablo. Naar Parijs. Ja. Goedemiddag, mag ik de plaats bewijzen, alstublieft? Daar gaat Sinterklaas. Met de trein naar Parijs. En dan? Parijs ligt niet in Nederland. En Sinterklaas heeft geen cent meer over. Hoe komt Sint aan geld om verder te reizen? Zo. Sint en Piet geven een circusvoorstelling op straat. Dat vinden Parijzenaars leuk. En Pablo kan daar geld voor ophalen. Maar ai, mag dat wel in Parijs? Hebben we misschien iets voor Sinterklaas? Voor Sint-Nicolas, hè, om naar huizen toe allee. Quelque chose, ja. Merci, grazie, hè, molto bene. Arrivederci, dank u. Ja. Molto grazie. Aha, Nicola. Heb je PP weer met zijn zwarte Pieter Frans? Oh la la, police. No, 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 parbleu. No, no, hein. No, no, Nicola. Camembert. Chocola. Wat betekent dat? Dat dat zomaar niet gaat, Sinterklaas. Dat mag je niet geld ophalen op straat. Dat mag je niet van de Franse politie. Nee, nee. Dat gaat zomaar niet. In Parijs geld verdienen op straat. Wat een narigheid. Hoe kom ik nou verder zonder geld? Moet ik nou gaan liften op mijn oude dag? Oh, ben ik moe. Mag ik het niet zien? Is het cadeau voor Sinterklaas al bijna klaar? Bijna.
Arme oude Sint. Daar staat hij dan met zijn duim omhoog. Hé, hey, wie neemt Sint mee? Ja, Pepe, dit is een goede plaats om te liften. Want iedereen moet hier toch stoppen om centjes te betalen. Dus duim omhoog, Pepe. Duim omhoog. Zee nou toch voor. Dan sta ik hier in een oude trui zonder meter op met mijn duim omhoog. Ik schaam me dood. Ah, Bruxelles! Begin nou weer met dat namaak Frans. Helemaal niet, Sinterklaas. Dat staat op dat bord. Ah, dat is Brussel. De hoofdstad van België. Dat is dus eigenlijk vlak bij Nederland. Dus we gaan de goede kant op. Nou, duim omhoog dan maar. Hé, hey, wie neemt ons mee? Het is een motorfiets. Maar deze stopt, Sinterklaas. We mogen meerijden. Kom mee, Sinterklaas. Sinterklaas, op de motorfiets. Dat gaat wel erg ver. Ja, ik moet wel op tijd zijn. Hè. Oh! Ellende. Rijden, motorduivel. Brum, 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 brum. Wat? Hé, ik doe ook nog mee. En Julio probeert op het Franse strand voor een nieuwe boot te zorgen. Houd toch op, Julio. Dat wordt niks. Laat nou toch. Als Sint nou maar op tijd komt. Sinterklaas is meegereden op de motor. En nu zit hij in een Belgisch cafeetje. Oh, wat is die moe. En Sinterklaas is nog steeds niet in Nederland. Cognac. Hé, Sinterklaas. Ik ken al echt Frans. Oh ja? Et je le droit de creuser... Een trou ici. Wat zeg jij? Et je le droit de creuser un trou ici. Dat betekent, mag ik hier een kuil graven? Hier, midden in de nacht, in Brussel, in een café. Nou ja, het staat in dat boekje, Sinterklaas. Ik wil echt Frans leren. Doe jij dat boekje maar weg, jongeman. We zijn hier in Brussel, in België, en me verstaat hier Nederlands. Zal zeker. Allee, zullen we wisten wat niet. Ja. Sinterklaas, ik heb een man gevonden met wie u mee kan rijden, naar Nederland. Oeh, naar Nederland. Ja, daar moet ik morgenochtend zijn. Om 12 uur staan alle kinderen bij de boot en er is nog geen boot. Dus dat is even voordat ik nog te laat zou komen ook. Dus prachtig. Mannen, mee naar Nederland. Vrouwtje, ja. Zo. Ja. En weg is Sinterklaas. Hij rijdt door de donkere nacht naar Nederland. In een paardenauto. Gaat dat langzaam, zeg. Ja, het is natuurlijk reuze aardig dat wij dat laatste stuk mogen meerijden. Maar kunt u niet wat harder rijden? De paarden! Maar we kunnen niet tegen hard rijden, Sinterklaas. Oh nee, doe het dan maar niet. Maar rustig aan. Ja, als je maar op tijd komt. En dan eindelijk. De volgende dag. We zijn er al bijna, Sinterklaas. We zijn al in Nederland. Daar is de haven. Daar staan de mensen. Hallo, we komen eraan. Het is de haven wel, maar we hebben geen boot. Die ligt nog in Frankrijk op de rotsen. Zou die al gemaakt zijn? Nee, de kapotte boot is niet gemaakt. Maar Julio heeft een nieuw schip verzonnen. Daar kunnen alle pakjes in. Want stel je voor dat jij geen pakje in je schoen zou krijgen. Dat kan toch niet? In Nederland is het al 12 uur geweest. De kade staat vol met mensen. Iedereen tuurt in de verte. Waar blijft de stoomboot nou? Zie, ginds komt geen stoomboot. Komt geen Sinterklaas.
zou Sinterklaas dit jaar geen zin hebben. En dan zingen ze maar weer voor de tiende keer. Zo'n boot uit Spanje, hij brengt om Sint-Nicolaas. Ja, hij komt hoor, Sinterklaas. Hij komt, die goeie oude Sint. Maar hij komt zonder boot, die komt later hè, met de cadeautjes. Schiet nou op, Sinterklaas. Er zijn al mensen die weggaan omdat ze denken dat u helemaal niet komt dit jaar. Ja, maar hij komt hoor. Die Sinterklaas komt toch altijd. Waar kom jij nou vandaan? Brussel. Helemaal naar Nederland gelopen. Gelopen. Schiet nou maar op, ga je maar verkleden. Jij was de burgemeester. Oh ja, was de burgemeester. Kom Sinterklaas, we zijn klaar. Ja, maar ik heb nog... Oh. Oh, dat is mooi zeg. Zo opzetten. Nou, dat zullen ze blij zijn zeg. Hé, hey, dat is kleine Pippo. Stilletjes Sint achterna gereisd. Wat zit er toch in die tas? Daar komt Sinterklaas, daar komt ie! Sinterklaas, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd. Oké, okay. Burgemeester. De burgemeester. Ja, dat ben ik, dat ben ik. Burgemeester. Wie is dat? Ik ben Sinterklaas. Die oude man. Dat is Sinterklaas, dat ziet u toch wel? Is dat Sinterklaas? Ja, dat is hem niet. Hebben we daar zo lang op staan te wachten? Ah, dat is Sinterklaas niet. Waar is uw mijter? Nou. En waar is uw rode mantel? Is nat geworden. En waar is uw witte schimmel? Nee, wij hebben namelijk schipbreuk geleden, burgemeester. Het is hem wel! Stilte! Stilte, de burgemeester spreekt. De burgemeester spreekt. Wij wachten op de echte Sinterklaas. En niet op een of andere oude man in een volle pak. Oh ja. Maak dat u wegkomt. Ik roep de politie. Wegwijzen. U bent Sinterklaas. En u bent Sinterklaas helemaal niet. En het paard is ook niet echt. Ga toch weg. Pippo wil Sinterklaas helpen. Zou Sinterklaas boos worden als hij Pippo ziet? Of zou Sint juist heel blij zijn met de spullen uit de tas? Ik ben wel Sinterklaas. Ja, natuurlijk bent u Sinterklaas, Sinterklaas. Wat nou? We moeten maar op de boot wachten. Daar heb ik nog een extra pak. Had ik dat maar meegenomen. Sinterklaas, Sinterklaas! Wat is dat? Wat doe jij hier? Ik had toch gezegd dat jij bij de boot moest blijven? Pepe, wat is dat? Een extra pak? Maar dat is fantastisch, Pippo. Dat is geweldig. Ben je mij helemaal met dat pak achterna gereisd? Zo, zo, zo. Sinterklaas is helemaal niet boos op Pippo. Hij trekt zijn eigen Sinterklaaskleren weer aan. Wat zit dat lekker. Dus kijk niet zo verdrietig. Sinterklaas komt toch. Ik ken hem net goed naar huis gaan. Hij komt niet meer, dat volgens mij. Hij komt! Daar komt die goede beste Sint! Ik geloof het niet. Dat zal wel. Maar zonder stoomboot. Ja, nee, de boot komt later. Want die moet eerst losgetrokken worden, weet je wel. Hoe zie je dat? Nou, dat zit zo. Het was november. Het was een mooie zonnige dag in een Spaanse havenplaats. En het was tijd voor Sinterklaas om met de boot naar Nederland te vertrekken. Kijk, Sinterklaas, Sigrids komt de stoomboot. De stoomboot, hij is er, ja, Sigrids komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje en dik op en neer. Zo, dat is goed afgelopen. En Renai is klaar met zijn tekeningen. Zou Sinterklaas het een mooi cadeau vinden? Hoe het pas zijn vader. Wat is dat een verhaal? Spannend verhaal, Sinterklaas. Nou, en of. Daar zou je een boek van kunnen maken. Ja. En dat boek dan cadeau geven. Ja, dat... Cadeau? Zeg, wij vieren vandaag mijn Spaanse verjaardag.
Ik heb met jullie verhaal gespeeld. Nou wil ik ook mijn cadeau. Sinterklaas wil zijn cadeau. Ja, cadeau, cadeau. Ja, schoen zetten. Schoen zetten. Oh ja. Oh, verkeerde laarzen. Oh, help even, Piet. Zo, schoen is gezet. Ogen dicht. Ogen dicht. Zo. Ja, ik zie niks hoor. Mag ik al kijken? Nee, nee, nog niet, Sinterklaas. Zwarte Piet is langs geweest, Sinterklaas. Oh. U mag weer kijken. Ah. Een cadeau. Is dat voor mij? Oh, wat leuk. Ik ben zo nieuwsgierig. Oh. Zie, ginds komt geen stoomboot. Oh. Tekeningen. Een prentenboek. Ach, wat een mooie tekeningen. Wat een prachtig cadeau. Een echt Sinterklaasboek. Hoe loopt het af? Ah, met de bus. We gaan met de bus terug naar Spanje, niet met de boot. Ja, ja. Daar is de bus. Hey, daar is de bus. Zo, dank je, Piet. Naar Spanje. Alles ingepakt? Daar gaan we. Ho! Wat ho? Waar is Pablo? Pablo! 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 Je ligt in de haven. Wakker worden, Pablo. Dag, Sinterklaas. Dus naar Spanje. Dag, 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 dag,